Het terras op Huis Rodenburg, dat inmiddels een restaurant is geworden, wordt op Hemelvaartsdag eindelijk in gebruik genomen. De openstelling heeft nogal wat voet in de aarde gehad. Het is hier een groen binnengebied. Er wordt gezegd dat dit een stiltegebied is. Dat is volgens de gemeente niet zo. Het is aangegeven als groen gebied omdat men niet wil dat hier bebouwing komt. De buurtbewoners hadden namelijk bezwaar tegen de komst van het terras. Ze waren bang voor geluidsoverlast. Maar de gemeente vindt zo'n terras prima. We hebben eerst geprobeerd om het gewoon met de buurt te praten. Van, wat is er dan mogelijk? Dat het voor ieder acceptabel is. Dat is helaas niet gelukt. Vorig jaar februari hebben wij de vergunning aangevraagd. Nu zijn we behoorlijk wat later. We hebben een terrasseizoen gemist vorig jaar. Maar goed, nu is het eindelijk zover. Huis Rodenburg moet zich wel aan bepaalde regels houden. We mogen 60 zittende gasten ontvangen op een aangegeven plek. We hebben een gedeelte, de kruidentuin, daar zullen de gasten het terras benaderen. Maar ze zitten binnen het gedeelte van de schermen. De openstelling van het terras betekent niet dat de buurtbewoners zich neerleggen bij de beslissing van de gemeente. Ze stappen naar de rechter. Toch is eigenaresse Glenda ervan overtuigd dat het allemaal goed komt met het terras.